ik geloof dat wij een mega luxe probleem hebben. We hebben drie nieuwe liedjes opgenomen. Ja. En we weten eigenlijk niet wat nou de nieuwe single moet gaan zijn. Het zijn echt drie dat wereldstukken. Dat weten we toch wel. Ja, jij bent eruit, hè? Ja, we hebben het. De enige die niet drinkt en je bent er wel uit. We hebben het laatste liedje, dat is geschreven door Jan Keijzer. Gearrangeerd door Jan Keijzer en door Janssen Zoon. En die hebben samen zo'n mooi nummer gemaakt. Hef het glas. En met echt, je zou bijna zeggen, echt liedjes zoals de band Joe Man, zoals we die kennen van BZN. Maar in die stijl. En daar zijn we alle drie zo over te spreken dat wij eigenlijk wel vinden dat dat eigenlijk het nieuwe nummer moet worden voor de Piratentoppers. Kijk, Jan is natuurlijk midden door de Mega Piratenfestijnen management waar we allemaal samen komen. Is Jan eigenlijk een grootheid die heel gewoon is gebleven en heel graag bij collega's staat? En ja, dan komt er een samenwerking waar wij gewoon heel erg blij mee zijn. En ik denk ook dat Jan bewust heeft gekozen met het liedje voor ons, omdat hij bij ons vond passen. Er is een bepaalde klik. Jan en Annie hebben een hele theatertour gedaan. Nou, dan gaan we ook gewoon met z'n drieën naar de theatertour om te kijken. En als wij dat zouden hebben, zouden hun ook komen. Dat weet ik zeker. En ik denk wat belangrijk is, Jan en Hardy, die hebben de gunfactor. Ja. En dat stralen ze ook weer uit naar andere mensen toe. En daarom is ons dit gegund. Dat wij met zo'n grote man als Jan Keijzer mogen werken zeg maar, met ons nieuwe liedje. Maar we gingen nog iets doen met Jan en Annie. We gaan iets doen met Jan en Annie. We gaan iets doen met Jan en Annie. Ja. We gaan nu wel even. Maar... Wij gaan 13 oktober, dan gaan wij naar Berlijn. En dan gaan we, daar wordt een busreis georganiseerd voor Nederlanders. En wij gaan daar samen met Jan en Annie en Willy Oosterhuis gaan we optreden in Berlijn. Dus daar kijken we ook naar uit. Je moet even kijken op www.effenweg. En daar staat een mooi fotootje van Jan Keijzer en Annie Schilder. Die kun je dan zeg maar aanklikken en dan weet je alles wat je wilt weten over die mooie reis.